En dat ga ik eerst afmeten op die. Hallo, ik ben bezig om een spieraam in elkaar te zetten om zelf een doek op te gaan spannen. Ik heb hiervoor twee latten van 60 centimeter en twee latten van 80 centimeter. En het is misschien goed om even te laten zien hoe dat eruit ziet. Er zitten gleuven aan elke hoek en dat past precies zo in elkaar. Als je ze zo in elkaar hebt gezet, dan is het gewoon een kwestie van de latjes aanslaan. Dus er ook stevig zelf induwen. De randjes die hier zitten, dat ze die wel allemaal aan de voorkant zitten. Want anders heb je kans dat je alles weer uit elkaar moet halen. En het randje, dat dient ervoor dat als je het doek spant, dat dat doek niet direct tegen het lat aankomt. Juiste formaat voor het doek wat ik wil hebben. Ik heb 80 centimeter, 60 centimeter breed doek en 80 centimeter lang. Dan de lengte heb ik voldoende, maar ik neem voor beide kanten 10 centimeter meer, zodat ik voldoende ruimte heb om het schilderij heen te draperen. Om voldoende vast te zetten. En dit ga ik precies afmeten op het formaat van mijn doek. Ik heb eerst een doekje van 60 bij 80. En dat maak ik dan aan beide zijden 10 centimeter. Dan heb ik dat ruimer, zodat ik het om het raam heen kan vastmaken. Je zorgt er nu voor dat de rand van het spieraam naar binnen ligt. Dus dat het doek niet de latten kunnen raken. Dus je draait hem om. En linnen heeft een goede kant en een verkeerde kant. Let daar heel goed op. Dat je eerst zorgt dat de goede kant in ieder geval naar beneden ligt. Zo kan het niet misgaan. Dan zet je eerst de middenstukken vast met de naaimachine. Zo, dan weet je in ieder geval dat dit stuk strak staat. En dan begin je eigenlijk alle kanten om beurt te nieten.
is het zo, als je het doek gaat prepareren, dat hij nog iets zal krimpen. Zet hem ook weer niet te strak. Klaar om je doek te prepareren.